Hier is die dan. Dit is Kazim. En Kazim is bijzonder, want hij heeft maar liefst 6 poten. Nu maar hopen dat hij net zo goed gaat scoren als die andere Kazim, de Feyenoorder. Een opvallende verschijning is het sowieso. Ja, ik stond heel raar te kijken. Het kalfje lag al achter de koe. Hij had net was hij eraf. En ik denk 1, 2, 3, 4. En ik denk, wat hebben we nou aan zijn fiets hangen? Nog 2 poten, dus 6 poten. En ik denk, nou, surprise, surprise. Kazim is op een natuurlijke wijze ter wereld gekomen. Maar een stier met 6 poten is wel uniek in Nederland. Veel last lijkt hij er niet van te hebben. Het lijkt heel aardig los te zitten. Alleen maar huid is het niet. Er zit hier in zijn rug ook wel een klein deukje. Nou, je kan daar wel op duwen. Maar de vraag is natuurlijk als hij gaat groeien, of hij daar niet alsnog last van krijgt. Ja, en dat is de grote vraag, weet ik niet. Vooralsnog heeft hij in ieder geval hele goede overlevingskans. Hij is natuurlijk al een week oud. In die tijd is hij al gegroeid. Hij drinkt goed, hij loopt, hij is fit, kan zelf opstaan. Dus wat mij betreft is er geen probleem. En de toekomst van Kazim? Ja, die kan niet meer stuk. Oh, ik denk dat hij zeker een ereplaatsje krijgt bij ons. Dat hij een lekker ruim hok krijgt en lekker in stro. En van de zomer, van het voorjaar, ik denk dat hij hier alleen lekker in het feitje mag.